Vorige week vrijdag ging de nieuwe radiozender 538 van start. Het popstation van Lex Harding met veel oud-Veronica-corifeeën. Zoals Erik de Zwart, Wil Luikinga en Wessel van Diepen. Goedenavond en welkom bij Radio 538. Een droom gaat in vervulling. Veronica-pionier Lex Harding liet zijn nieuwe station openen door de nu 83-jarige Veronica-oprichter Bul Verweij. Uitstekend te beluisteren. De zoete smaak van tv-bekendheid inruilen voor meer uren radio. Vraagt Lex Harding niet te veel van zijn paradepaadjes? Erik en Wessel, het zijn in de eerste plaats disjockeys. Maar ik ben ervan overtuigd dat die jongens zelf ook kwaliteiten hebben. En dat de Nederlandse televisie absoluut tot beter inzicht kan komen en hun weer een programma zal geven. Daar ben ik van overtuigd. Voor de vierde keer in de historie, welkom bij het Hollandse Hitsfestival. Niet meer op het scherm bij Veronica wil niet zeggen dat ik nooit meer op het scherm kom. Want er zijn nog meer omroepen in Nederland. We zien wel. Dat is verkeerd. Dit is al de duif op de dam, sorry. En als 538 mislukt... Ik ga nog niet zeggen van wat ik eventueel, als het misgaat. Ik geloof niet dat het misgaat. Dit is gewoon, hier zit een gevoel in dit radiostation. Hier zit een stuk ziel in, die helaas niet meer bij Veronica zit. Ook Wil Luikinga levert zijn tv-bekendheid in voor meer radiouren. Al 25 jaar in het artiestenvak zit. Televisiewerk is leuk, maar ik heb altijd geroepen dat ik radiowerk leuker vond. Dus elke dag radio maken, dat vond ik een kans. Dus ik denk, dat moet je me toch niet twee keer aanbieden, want dan is het gebeurd. Dus ik ben hier naartoe gegaan. Veronique, nu RTL4, was niet zo'n succes voor Wessel van Diepen. Waar is hij wel gelukkig? Ik weet niet, ik hou van afwisseling. En ik ben van de VARA naar Veronica gegaan, van Veronica naar RTL, van RTL weer terug naar Veronica, en Veronica. Nummer 538, dat wordt mijn vaste stek voor de komende jaren. De party is een ware reunie van radiopioniers. De muziek heeft echter niets met het verleden te maken. Ik ben altijd gek op house geweest. Toen niemand nog van house had gehoord, draaide ik thuis al house. Ik ben hier niet uit de hoofden van Quizmaster, maar uit de hoofden van oude plugger. Want die tijd van voor mij 20 jaar geleden, dat het nog een beetje leuk was radio, dat vind ik hier in een en weer terug. Het is zo dat ik 20 jaar geleden nog op radio 538, Veronica, op 538, in de hitlijst stond. En nu 20 jaar later dit. En ik ben ook weer terug zo'n beetje, dus mooier kan het niet voor mij. Ik vind het heel frappant dat de minister in zo'n korte tijd de licentie heeft afgegeven. Wat toch een teken aan de wand is. Ik denk dat het toch in Den Haag tegenwoordig anders gedacht wordt dan jaren geleden. Vroeger had ik alleen Veronica in Noordzee op dit gebied. Nu heb je er heel veel, dus ik denk die magische tijd van de middengolf, ik denk dat wel een beetje afgelopen is. Achter radio kun je veel verschuilen, dat is veel mystieker dan het beeld. Het beeld is zo hard. Ik heb zo'n tellen, er zijn nu 330 legale radiostations in dit land. Hoeveel? 330. Ja, gaat de goede kant op, hè? Ja. Op naar de 1000. En ik vind eigenlijk dat het einde moet zijn dat iedereen in dit land zijn eigen radiostation heeft. Ja. Dat is iedereen van de straat. Dit is zeker voor showtime, hè? Oh, wat leuk. Met zoveel prominenten kan een feestje niet meer stuk. Ja, ik heb een neus voor feesten. Mooier dan de meeste, groter dan de jouwe. Als de artiesten heel eerlijk zijn, denken ze van, we laten ons gezicht maar zien, want je weet nooit waar het goed voor is. En moet je eerlijk zeggen dat ik ook eigenlijk best een beetje zo denk. En hoe meer stations, hoe meer vreugd. Dus ik vind het, ik ben heel blij met 538 erbij. Radio 538.